Alleen wie beneden woont heeft een tuin en gras en grind. En wie boven woont moest tot dusver dan maar naar beneden kijken. Maar nu niet meer, want nu kan men grasmatten kopen, uit te rollen op plastic, voor balkons en daken. Dit en vele andere nieuwigheden waren te zien op de vakbeurs Tuin en Park in Utrecht. Daar was ook een stoel met een zeer meegaande leuning. Doorgaans is het dan een geweldige wrik om hem weer omhoog te krijgen, maar hier niet. Voor je het weet, zit je weer. Wie had kunnen denken dat het beginsel van de hovercraft toegepast zou worden op een grasmaaier? De messen roteren onder een plastic kap, de motor blaast tegelijkertijd een luchtkussen en het gras wordt vederlicht en zonder beschadigingen weggemaaid. Het knippen van de heg is een kalmerende bezigheid, maar de snoeischaar geeft kramp in de stoerste handen. Maar nu knipt zelfs een tedere vrouw een hand met de gemotoriseerde schaar in een ommezien meters heg weg. Al verdwijnt misschien het kalmerend effect. Wie heeft er geen planten voor het raam? Ze staan daar best, maar ze moesten ook eens buiten kunnen. Wel nu dat kan. Het raam draait om een as en even later staan de planten in de zon of in een verfrissend buitje. Vindingrijkheid en techniek en flink wat geld stellen ons binnenkort in staat tuinieren onder alle omstandigheden tot een plezier te maken.